Ja, dat is wel mooi, hè, zo'n Ford. Nederland is weer een rally rijker. Een evenement dat zich afspeelt in een van de mooiste landen van Europa. Schotland, dat bekend staat om zijn whisky, mannen met baarden en kilts. 5 dagen lang prachtige etappes sturen door Schotland. Dat is de Tartan Classic. Kees, al jaren organiseren jullie de SLS Classic. Is fantastisch. Iedereen geniet daarvan. En dan ga je naar Schotland. Wat haal je zelf de hals? Ja, nou ja, Schotland was voor ons een enorme uitdaging. Individueel. We hebben natuurlijk een geweldig op elkaar ingespeeld team. En we zijn ook wel eens aan een nieuwe route en een nieuwe uitdaging toe. En dus dit plan ontstond een jaar of 3 geleden al. Toen hebben we dat natuurlijk een beetje moeten uitstellen van Brexit en COVID en al die andere. Maar we hadden helemaal in ons hoofd gezet, de kills waren gekocht en dan ga je dus gewoon. En voor iedereen die denkt, hey, SLS gaat voortaan altijd naar Schotland, dat is niet zo. Het is de Tartan Classic en de SLS Classic. Gewoon 2 rallies. Het zijn absoluut 2 rallies. In de SLS gebruiken we ook hele andere navigatiesystemen. Schotland heeft veel minder mogelijkheden om met wegen gezellige dingen te doen en het voor de navigatoren interessant te maken. En dus hebben we eigenlijk Engelse rallysystemen geïntroduceerd die heel weinig Nederlanders kennen. Dus het is uiteindelijk een geweldige uitdaging voor iedereen. Dat kun je ook zien, hè? En horen. Hey, en wat is het hier mooi? Ja, jongen, daarom zei ik, we hebben allemaal iets met Schotland. Het is een uitdagende natuur en cultuur. Het is een leeg land en de natuur is overweldigend. Het komt echt op je af. En wat me dan opvalt, als je dan mensen tegenkomt, er zijn meer schapen tegengekomen dan mensen overigens, maar als je mensen tegenkomt, staan ze te filmen. Die zijn allemaal blij, hè? Die genieten van die klassieke auto's. Ja, ze genieten echt van onze aanwezigheid. Wat ook zo bijzonder is, dat heb je natuurlijk ook gemerkt, Engelsen stoppen gewoon als je eraan komt. Dat zijn we natuurlijk in Nederland en Europa eigenlijk ook helemaal niet gewend. Dus ze zijn echt blij, want ze gaan voor ons aan de kant. 5 etappes gaan we rijden. We zijn vandaag begonnen met de eerste. Welke is het mooist? Ik denk, morgen is een hele mooie. Daar zit een monster regularity in. Hè? Dat monster van Loch Ness, daar hebben we een regularity op uitgezet. Dat is een hele mooie dag. En ik denk dat de 4e dag een hele mooie dag is. Ja, past dat? Past dat? Past dat? Ja, zeker past dat. Hij is vrij lang, deze brug. Smal, lang, 7 pijlers, gebouwd van staal. Aan de overkant is het dorpje Beddelstedt. En ooit was hier geen brug, maar het dorpje was er wel. Het dorpje is ontstaan op het breedste gedeelte van de rivier. Want waar die het breedste is, is die ook het ondiepst. En dan konden ze er doorheen wandelen. Maar ze waren die natte voeten zat en hebben ze deze brug aangelegd. En dat was in 1878. En dat is dus precies 8 jaar voordat de allereerste auto is ontwikkeld. Dat was namelijk in 1886. Tot zover de feitjes rondom Beddelstedt.
Kielder Forest. Maakt onderdeel uit van de Tartan Classic. Mooi ding trouwens, hè? Zo'n Pontiac met een dikke V8. Hier knalden ze natuurlijk tijdens de RAC Rally vol gas doorheen. Killing Kielder werd het ook wel genoemd. Want als je daarnaast kwam, dan lag je in het moeras. Of je pakte een knoepert van zo'n steen mee die hier overal liggen. Vandaag rijden de klassieke auto's er ook doorheen. Ik zou binnen blijven als ik jullie was. Het stikt hier van de muggen. Niet te doen. Dat is wel mooi, hè, zo'n Ford. En dan niet op vier wielen, maar eentje om doorheen te rijden. Onderkantje meteen schoon.